Deze week was het 1 jaar geleden dat we afscheid namen van Christophe Lambrecht. Veel tranen, van verdriet, maar onverwacht ook van geluk. Want er is iets onwaarschijnlijk gebeurd. Iets fantastisch, een geweldig verhaal. En ik wil het jullie heel graag vertellen. Het begon allemaal 4 jaar geleden hier. Het is 2016 en Christophe zit samen met zijn vrouw Anna hier aan dit tafeltje iets te eten met twee van hun allerbeste vrienden, Arne en Anneke. Het is een zalige avond. De zon schijnt, een mosseltje, de sfeer zit goed en Christophe vertelt een fantastisch verhaal. Hij gaat er helemaal in op. En hij begon het te vertellen, hij was iemand aan het nadoen en hij stond ook gewoon recht van op zijn stoel. En hij zei, ja, en die mens die deed dan dit en dat. Christophe zit in het hoogtepunt van zijn verhaal. Hij geeft een enorme zwaai met zijn arm. En op dat moment vliegt zijn trouwring van zijn hand over dat terras. En wij keken ze van, ik denk dat dat zoiets loopt, zoiets was van... Over de andere etende mensen. Dat was echt Linde van de ene kant van dat terras naar de andere kant. Hè. Ja. En dat staat vol, hè, dat terras. Eerst is er verwarring, ook wel wat hilariteit. En de vier vrienden staan op van de tafel om op hun knieën te beginnen zoeken naar die ring. Mensen aan de andere tafels zien dat en vragen, wat is er? Ja, we zijn een ring kwijt, een trouwring. Ah, oei, kom, we helpen mee zoeken. De helft van dat terras zit op een bepaald moment op zijn knieën mee te zoeken naar de ring van Christophe. Omdat dat een trouwring was, dus iedereen besefte de ernst van de zaak. Dus ze lieten hun asperges allemaal gewoon staan en ze van, dat gaat hier wel om een trouwring, dat is belangrijk. Maar tevergeefs. We hadden dan op een gegeven moment ook wel door, zo'n ring dat blinkt. En we zagen niks, dus we hadden zoiets dat niet is eronder gevallen. De ring wordt niet gevonden. Dat terras is ook net heraangelegd. Openbreken is geen optie, dus ja. Ze leggen zich erbij neer. De ring is weg. Maar ze kunnen er eigenlijk wel mee lachen. Het is ook een goed verhaal natuurlijk. Dat Christophe de komende jaren nog keiveel vertelt. Steeds met superveel armbewegingen en aan iedereen die het wil horen. Het zotte is dat hij dat verhaal zelfs nog verteld heeft de avond voor hij gestorven is. Want op 5 mei vorig jaar gebeurt het allerergste. Christophe, zijn lieve hart, staat plots stil. En we zijn hem kwijt. En ineens krijgt heel dat grappige verhaal van die ring een andere betekenis. Want het was wel, altijd wel zo'n missie van ons ook. Hè? Omdat we die avond erbij waren, was het van... Ooit moeten we die toch terug kunnen geven. Zeker nadat het was gestorven. Ja, was dat echt zo van... Die moet terug. Fast forward naar 2020. Arne vindt compleet toevallig en via ergens een website van de VZW. Gevondenverloren.be. Het is de VZW van Robbie. En eigenlijk is het een team van 4 maten die samen op zoek gaan naar verloren dingen met een grote emotionele betekenis. Arne heeft er nog nooit van gehoord, maar het is het proberen waard. En hij belt naar Lot. Lot is een andere supergoeie vriendin van Christophe. Die twijfelt geen moment en ze belt. Ik bel die op. Direct een ongelooflijk sympathieke mens. Ik vertel mijn verhaal en die zegt, ja, ik ga mijn 3 maten bellen. Ik contacteer u terug. Echt, ja, ik hoop de komende weken toch iets te horen. Maar plots gaat het veel sneller dan Lot kon dromen. 3,5 minuut later belt je mij terug. Wij springen in onze auto, wij komen eraan. Zo, er naartoe. Dat was onmiddellijk, dat een uur later stond het hier met 4. En dan ben ik met Lot naar daar gegaan. Hè. De zoektocht begint. 4 mannen wandelen dit terras op met van alle materiaal. Wij keken zo naar elkaar van, ah ja, die doen dat dus echt met zo van die apparatuur. Dus metaaldetectors, hoofdtelefoon, pinpointers, dat zijn eigenlijk onze grootste attributen die we altijd hebben. Piep, 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 piep. Eerst zoeken ze rechtop, maar na een tijd liggen ze alle 4 plat op hun buik op het terras. In het begin is het heel spannend. Anneke en Lot staan nagelbijtend te kijken. Maar de zoektocht duurt langer en langer en langer. Ik had wel heel veel vertrouwen in die mannen, maar dat terras is zo groot. Het wordt ook donker. We dachten toen die avond, dat wordt het hier niet meer. Hè? Allee. Anneke en Lot vertrekken. Zit er duidelijk niet meer in voor vandaag. Maar de mannen beslissen om nog even door te gaan. Ze willen niet opgeven. Robbie ligt nog altijd met zijn buik plat op de planken. Ik kon een beetje verder. Ik zeg, ja man, ik kon deze toch nog helemaal afwerken. En ik zie haar ineens iets blinken in de verte, want dat lag wat verder. En ik kon hem wat verder zien en ik kon echt met mijn oog opliggen. Anneke en Lot staan ondertussen al daar beneden aan de parkeerautomaat. En ineens horen ze roepen. Hé, hey, madammekes! Madammekes! Madame! Want ik was hun naam vergeten natuurlijk. Terugkomen! Terugkomen!
Die twee draaien zich om, die beginnen te lopen. Het gaat toch geen waar zijn? Die komen hier toe op dat terras gestormd en vinden die vier gasten plat op hun buik rond dezelfde plek. Ja, dat is net. Dat is dat dunne gouding. Oh, dat is die ding. Zalig. En dan gebeurt het. Ja, en nu naar beneden gaan. Hier naar beneden. Ja, dat is hem. Jawel. Yes. Dat kan niet. Nadat hij hier over de terras in de lucht zeilde, hebben ze hem in hun handen. De trouwring van Christophe. Iemand zei, er staat duidelijk ANC en dan de trouwdatum en dat was het. Anneke en Lotje zijn dan ook direct in tranen uitgebroken. Ja, dat is hem. Ja, wij dan natuurlijk ook allemaal. Ik krijg terug tranen in mijn ogen. Ja, dat was echt een speciaal moment. Zo. Een heel speciaal moment in je leven. Zo. De geboorte van uw kinderen en uw trouw, heel gelukkig, maar die moment, ja, dan voelde ineens Christophe terug zo dichtbij. En ook voor Anda, dan kunnen die geen schonere cadeau geven dan die ring. En dat cadeau kreeg Anda vorige dinsdag op 5 mei. En zo kwam, een jaar nadat we hem verloren, een stukje van Christophe terug thuis.